Welkom bij paragraaf 3.9 over het klimaatvraagstuk. En in deze paragraaf gaan wij kijken naar eigenlijk alle zaken die te maken hebben met de hedendaagse klimaatverandering. En het is natuurlijk een hot item, dus het is heel erg belangrijk dat we rekening houden met het veranderend klimaat en alle effecten daarvan in onze samenleving. Wat is nou eigenlijk de zeespiegelstijging voor Nederland een belangrijk onderwerp? En wat is het verschil tussen absoluut en relatief? Dat hebben we natuurlijk al een keertje behandeld, maar toch wil ik daar nog even kort terug naar kijken. Extreem weer, hè, waardoor komt dit steeds vaker voor? Wat zijn de gevolgen hiervan? Bijvoorbeeld maatschappelijk gezien, hè, wat zijn de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering? Maar ook heel belangrijk, waarom is er nou sprake van tegengestelde belangen? Allereerst de zeespiegel. Nou, we weten allemaal, we hebben te maken met een stijgende zeespiegel. En dat heeft alles te maken met het opwarmen van de aarde. Wat gebeurt er nou? We hebben te maken met het smelten van landijs. Dus ijs in de vorm van gletsjers gelegen op land. Bijvoorbeeld op Groenland, maar ook bijvoorbeeld op Antarctica. Hou er rekening mee dat zeeijs, dus dat ijs dat drijft in de zee, geen invloed uitoefent op die zeespiegelstijging. Er wordt wel eens gezegd van dat ijs, hè, als dat water wordt, set out, maar dat is miniem. Dat effect is eigenlijk verwaarloosbaar ten opzichte van ijs dat smelt vanaf een gletsjer. Want dat is water dat zal worden toegevoegd aan de zee of aan de oceanen. En daardoor stijgt de zeespiegel absoluut. We hebben daar dus te maken met een absolute toevoeging van water, waardoor de zeespiegel ten opzichte van het continent aan het stijgen is. We hebben in Nederland echter ook nog een ander probleem. En dat probleem heet bodemdaling. Als we naar Nederland kijken, dan zien we dat we te maken hebben met het dalen van de bodem als gevolg van het ontwateren van polders. Op de volgende dia ga ik een kaartje laten zien dat dat verduidelijkt. Maar voordat ik dat doe, eerst een korte uitleg. In het westen van Nederland hebben wij te maken met gebieden die onder de zeespiegel liggen. Dit zijn polders, dit zijn droogmakerijen, dit zijn gebieden die veenweidegebied kennen. In ieder geval bodems die heel erg veel vocht bevatten. En willen wij deze bodem kunnen gebruiken om op te bouwen, om te wonen, voor landbouw, dan betekent het dat we de grondwaterstand moeten verlagen om die bodem droger te krijgen. Anders kun je er niet op lopen, dan krijg je een beetje een moerasachtig effect. Maar het heeft een gevolg, dat ontwateren. Want als je een bodem hebt die bestaat uit veen of klei, zal dit inklinken. En wat gebeurt er nu eigenlijk? Nou, op het moment dat je water onttrekt uit bijvoorbeeld veen, dat natuurlijk bestaat uit plantenresten, dan wordt die laag als het ware dunner. En omdat die laag dunner wordt, hè, vergelijk het met een verschrompelde spons. Ja, als je een spons, hè, vol laat zuigen met water, wordt die zacht en, hè, dik. Maar laat je hem de hele zomer in de zon liggen, dan blijft er een verschrompeld stukje spons over. Eigenlijk gebeurt dat ook met veen of klei als je daar water uit onttrekt. Met als enig verschil met die spons is dat als je er water aan toevoegt, hij niet meer uit zal zetten. Dat betekent dus dat door die wateronttrekking de bodem inklinkt, daalt en ten opzichte van de zeespiegel hij dus nog verder zal dalen. Dus bij de relatieve zeespiegelstijging hebben wij te maken met aan de ene kant stijging van de zeespiegel als gevolg van het toevoegen van water en anderzijds het dalen van de bodem als gevolg van het onttrekken van water. Nou, waar in Nederland speelt dat nou vooral? Eigenlijk in heel West-Nederland. Je ziet hier op dit kaartje heel mooi dat er grote gebieden zijn, je herkent misschien het Groene Hart, het gebied tussen de grote steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, dat een daling kent tussen de 40 en 60 centimeter, dat is veel. 40 tot 60 centimeter. Moet je voorstellen dat je daar in een gebied zit dat 5 meter onder de zeespiegel zit en de bodem daalt daar 60 centimeter. Dat betekent wel dat je dan vervolgens 5,6 meter onder de zeespiegel zit. Dat is best veel. Zeker met de stijgende zeespiegel. Je ziet ook dat er in de polders iets gaande is. Kijk eventjes naar Flevoland. Zuidelijk Flevoland heeft veel meer bodemdaling dan noordelijk Flevoland. Het gebied rond Almere is al meer dan 60 centimeter gezakt in de afgelopen jaren. Als je realiseert dat Almere gebouwd is zo ongeveer vanaf 1980. Dat betekent dus dat je daar te maken hebt met een enorme inklinking, compactie van de bodem.
Nou, je ziet het ook in de polders in Noord-Holland. Je ziet het voor een deel in Zeeland. En heel sterk in Noord-Nederland. Dit is allemaal veen of klei. En nou, door de onttrekking van water zakt dit in. Je ziet het natuurlijk ook in Oost-Groningen, blauw gebied. Maar dat is niet zozeer door de onttrekking van water, maar door de gaswinning, waardoor de bodem natuurlijk ook daalt. Dat betekent wel dat wij in de toekomst problemen zouden kunnen krijgen, hè, door de versterkte bodemdaling. Hebben we natuurlijk een grotere absolute zeespiegelstijging daarnaast. Dus stijgt de zeespiegel relatief heel erg snel. Nederland ligt laag. Dus de gevolgen voor Nederland zijn enorm. Wij kunnen op een gegeven ogenblik ons misschien niet meer goed beschermen tegen hoogwater. En dan hebben we het alleen maar over water vanaf de zee. Maar er is nog een ander probleem. En dat is extreem weer. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we langere perioden krijgen van droogte in de zomermaanden. Maar dat betekent ook dat we op dat moment veel meer verdamping gaan hebben. En hoe meer verdamping, hoe meer vocht er in de atmosfeer kan komen en hoe zwaarder de buien kunnen worden. En een heel goed voorbeeld hiervan kun je zien aan het extreme weer in Italië. Rondom het Gardameer, dat toch al bekend staat om extreem weer, neemt dit extreme weer enorme gevolgen aan. Kijk naar de foto's. Je ziet extreem grote, ja, eigenlijk zijn het ijsballen. Het is geen hagel meer te noemen. Je ziet stortbuien met storm. En de gevolgen zijn dus enorm. Want aan de ene kant heb je ineens in een hele korte tijd heel veel neerslag. Maar aan de andere kant heb je periodes met enorme droogte. En deze extremen zien we ook steeds vaker in Nederland terug. Denk 2021. In 2021 viel er extreem veel regen in het stroomgebied van de Maas. En dat had natuurlijk effect op de afvoer van die rivier. En dat water kon niet weg. Grote gedeelten van België, van Duitsland, rondom het stroomgebied van de Maas kwamen blank te staan. Er zijn slachtoffers gevallen. Zelfs in Nederland hebben we mee te maken gehad. Het riviertje De Geul bij Valkenburg trad buiten zijn oevers met enorme modderstromen tot gevolg binnen in de stad. Dus je ziet het overal. En nu hebben we het over de natuurlijke gevolgen. Maar klimaatverandering heeft ook enorme maatschappelijke gevolgen. Je moet je afvragen, eerste plaats, wat is nou de aard van de klimaatverandering? Wordt het droger? Wordt het natter? En wat heeft dat voor invloed op ons? Nou, dat is een vraag die je jezelf moet stellen. Hoe veerkrachtig is de samenleving? Hoe lang kunnen wij als mensen het nog aan om te leven met extreem weer? Economische schade hebben we sowieso. Kunnen wij ons nog verzekeren tegen overstromingen of straks niet meer? En zijn we gewoon de pineut op het moment dat er heel veel neerslag valt? Gevolgen voor de voedselproductie, weersomstandigheden, misoogsten. Kunnen onze transportnetwerken dit al aan? Nou, als je nou naar deze kaart kijkt, dan kun je zien dat ieder gebied zo zijn eigen problematiek heeft. Noordpoolgebied spreekt voor zich. Denk heel even aan het albedo-effect. Hoe minder ijs op land, hoe minder reflectie, hoe warmer het daar wordt. Dat betekent dus dat je te maken krijgt met meer smeltend ijs. En dat wordt natuurlijk toegevoegd, als je het hebt over landijs, aan de zee. Atlantische regio, dus het gebied aan de kust, het blauwe gebied. Zware neerslag. Meer afvoer van de rivieren, toenemende kans op overstromingen. Hier hebben ze het specifiek nog niet over droogte, maar dat hebben wij natuurlijk ook. De kustgebieden, die spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Stijging van de zeespiegel, verandering in het zeewater. Nou, mensen die zullen moeten gaan verhuizen omdat men daar niet meer kan wonen vanwege de overstromingskans. Nou, het mediterrane gebied heeft helemaal een extreem probleem. Extreme hitte. Vanochtend nog in de krant, artikel Catalonië. We zitten nu in januari, februari. En nu staan de stuwmeren al droog. Er is gewoon geen neerslag meer gevallen. Catalonië ligt bij Barcelona in de buurt. Mensen worden nu al op rantsoen gezet, nu al. En dan is het voorjaar en de zomer moeten nog komen. Er valt geen neerslag meer. Er zijn plekken in Spanje, in het hele gebied rondom Barcelona, waar al 3 jaar geen neerslag meer is gevallen.
dat is een gevolg van klimaatverandering. Kunnen er straks nog mensen wonen in zo'n land als Spanje? Of Zuid-Italië? Of Griekenland? Of Zuid-Turkije? Nou, er zijn natuurlijk nog veel meer gebieden die invloed hebben. Hè? Noordelijke regio's, ook meer neerslag, minder sneeuw en ijs. Berggebieden krijgen natuurlijk te maken met de snellere temperatuurstijging. Absorptie van warmte. En de continentale regio's krijgen natuurlijk grotere verschillen tussen warm en koud. Waardoor ook daar de leefbaarheid, zullen toenemen. Verslechteren moet je eigenlijk zeggen. En hoe zit dat in Nederland? Zoomen we even een beetje in. Hier de maatschappelijke gevolgen van droogte. Onze landbouw, gaat achteruit. In de zomermaanden hebben we geen water meer beschikbaar voor het bevloeien van het land. Klaar, kunnen we niks meer aan doen. De bodemdaling. Een probleem met bodemdaling is natuurlijk letterlijk het dalen van de bodem ten opzichte van de zeespiegel. Maar bij het opdrogen van veen komt er vaak ook nog methaangas vrij. En methaangas, het rotten van plantenresten, is natuurlijk een groot probleem, want dat is weer extra broeikasgas. De natuur, de kwaliteit van de natuur neemt af. Natuurbranden, planten en dieren kunnen niet meer leven vanwege de droogte. Boten, scheepvaart. Ja, een boot kan niet door een rivier die droog ligt. Problematiek, duurdere handelsprijzen enzovoort. Waterbeheer, te veel, te weinig. Heel veel in korte tijd, hoe gaan we dat oplossen? Industrie kan niet meer werken op het moment dat ze geen koelwater meer hebben, want die rivieren hebben ze ook daarvoor nodig. Drinkwater wordt een steeds groter probleem. Is er nog wel drinkwater voor ons straks? Is een probleem. Hoe doen wij dat? Recreatie, minder belangrijk natuurlijk, maar wel een economisch motief. Als wij straks niet meer kunnen varen, of niet meer lekker aan een meertje kunnen zitten, omdat de waterkwaliteit niet goed is als gevolg van klimaatverandering, zullen mensen dat niet waarderen. En natuurlijk, stedelijk gebied. Daar staan eigenlijk een aantal dingen bij. Hè. Verdroging van stedelijke groenplanten kunnen niet meer groeien, maar ook paalrot. En wat is dat nu? Nou, in heel veel oude steden, aan de westkant van Nederland, zijn de woningen gebouwd op houten heipalen. Boomstammen eigenlijk. En zolang die onder water staan, rotten die niet. Maar als als de grondwaterstand daalt, komt er een gedeelte van die paal boven het grondwaterniveau uit. En precies op de plek waar de grenzen tussen droog en nat gaan ze rotten. Nou, dat wil je natuurlijk niet, want dan breekt je paal af en stort je huis in. Maar waarom doen wij hier nou niets aan die klimaatverandering? Nou, hierdoor. De tegengestelde belangen. Er is een heel groot probleem. En dat heet olieconcerns, de fossiele industrie. En de fossiele industrie heeft zo ongelooflijk veel invloed op de Nederlandse economie, en op bedrijven überhaupt in de economie, dat daar bijna niets tegenin te brengen valt. En dat is wel een punt van aandacht. Want als wij willen doorgaan en ons willen beschermen tegen hoogwater, en daardoor ons moeten beschermen tegen het CO2-uitstoot, moeten we daarmee stoppen. Maar op het moment dat een overheid, en dan denk ik heel eventjes simpel aan de Nederlandse overheid, belasting heft op bijvoorbeeld benzine, en dat is gigantisch, dat is iets van 75%, dan lopen ze geld mis. En dan draag je onze verzorgingsstaat niet meer. En de gevolgen zijn dan enorm, want de maatregelen om de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken gaat dan dus niet meer zo snel. Nee, het heeft toch geen zin. Ja, maar we moeten wel inkomsten houden. Ja, Shell is belangrijk voor de economie, dus enzovoorts. Daarnaast hebben we politieke partijen en ideologie. En mensen voelen zich aangesloten bij die partijen. En dan heb je het over is er wel klimaatverandering of is het een natuurlijk proces? Ja, natuurlijk is klimaatverandering ook een natuurlijk proces. Hè? Aan elk einde van een interglaciaal zie je sterk stijgende temperaturen en de daarbij horende problematiek. Maar mensen vergeten dat wij als mens daar nog eens even een flinke schep bovenop aan het doen zijn. En omdat wij daar dat is mijn eigen mening, dat moet je wel weten. Maar omdat we dat doen, gaat klimaatverandering veel sneller. En daar hebben we zo meteen mee te dealen. Wij wonen in een land onder de zeespiegel. Je mag van groot geluk spreken als je op een plek woont die boven de zeespiegel is. Maar goed, je zag het net op de kaart. Meer dan de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel. Dus in de toekomst krijgen wij echt te maken met problemen. En wat is nou de waarheid? Nou, ik heb even een dingetje opgezocht, onderzoekje gedaan. Er is een onderzoekje gedaan, moet ik zeggen, naar klimaatverandering. En je ziet in ieder geval dat een groot gedeelte van de geënquêteerden denkt dat het klimaat verandert.
75% daarvan denkt dat er nog iets aan gedaan kan worden. Nou, dat is op zich al prima, dat scheelt. En je ziet maar dat eigenlijk er toch nog best wel heel veel mensen zijn die zich niet zorgen maken over klimaatverandering nu, maar wel voor de toekomstige generatie. Maar goed, we zullen ermee te dealen moeten. Hè? We moeten er iets aan gaan doen. En op wat voor manier? Dat is iets waar we in de toekomst nog mee te maken gaan krijgen. Goed, tot zover. Hè? Klimaatverandering, actueel. Kijk maar, elke dag zie je er wel iets over staan. En ik hoop dat je een beeld krijgt van de situatie. Er is heel veel aan de hand. En hoe kunnen we ons daartegen beschermen? Tja, dat is afwachten.